Toen ben ik gaan lezen. En ja, drie weken. Weet je nog wat je als eerste las? Ja, hoofdstuk 1 natuurlijk, ja, weet ik veel. Ja. Ik begon gewoon op bladzijde 1. Ja. En later zei iemand, oh, dat had je niet moeten doen, begin in het Nieuwe Testament. En iedereen heeft daar dan weer een mening over. Maar ja, ik begon gewoon op bladzijde 1. Vond het allemaal wel ingewikkeld hoor. Ja. Al die jaartijden en die ik dan niet snapte. En al die namen die voorbij komen. Van, nou ja, ik vond het heel moeilijk. Snapte je iets wat in het paradijs gebeurde? Dat vond ik natuurlijk wel heel interessant. Meteen, dat paradijs, dat zag je helemaal voor me. Want ik denk heel beeldend. En ik zag dan heel Eden voor me. En ik dacht, oh, nou, als er dan een hemel is. En daar had ik natuurlijk wel eens over gehoord. Dan moet dat Eden zijn. Ja. Dat kan bijna niet anders. En maar, toen ben ik naar de kerk gegaan. Ja. Maar vond je het niet moeilijk om te ploegen door een Bijbel waarin het eigenlijk, nadat God het perfect geschapen heeft. En de mens heeft een vrije wil. Dus ze konden kiezen tussen goed en kwaad. Ja. En dan wordt het voor het kwade gekozen. En Dan lees je eigenlijk als iemand die niet christen is, lees je de een naar de andere verhaal waarvan je denkt, nou zeg, Kain sloeg Abel dood, dat is niet leuk en zo. Ja. Ik weet ook niet of ik in het begin God meteen echt heel erg leuk vond. Ja. Want de dingen die ik las waren inderdaad best wel pittig. Maar daarom ben ik ook direct naar de kerk gegaan. Omdat ik dacht, van, nou ga mij dan maar eens uitleggen hoe dat dan zit. Ja. Als die God zo almachtig is, waarom gaan er dan kindjes dood van de honger? En zijn er dingen als aids en kanker? En hoe zit dat dan precies? Ja. En Montel die nam altijd de moeite om zijn visie uit te leggen. Ja. En die zei dan altijd, Sonja, dat is niet van God. Hè? Dat is de wereld. Ja. De wereld is iets wat God gemaakt heeft. Maar hij heeft natuurlijk niet altijd maar de behoefte om alles voor ons te doen. Want we moeten ook dingen zelf kunnen. En als wij gaan roken, dan is het niet God zijn schuld dat je daar ziek van kan worden. Weet je wel? Die heeft dat op zijn manier uitgelegd. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil ook wel eens weten vrije wil hoe zo'n predikant dan daarover denkt. Ik bedoel, jij staat daar iedere zondag te verkondigen dat God zo fantastisch is. Maar ik lees ook hele andere dingen. Ja. Ja, het was best wel moeilijk. Ja. Het heeft ook echt wel even geduurd. Want voordat je zag dan maar een kerk uit het telefoonboek? Zo nou van, ja, ik kende toevallig de levensstroom van de televisie. Ja. Ik ben daar maar gewoon naartoe gegaan. Ja. Ja. En? Ja, dat was heftig, want ik ging meteen naar een bevrijdingsdienst. In Leiden-dorp. Waar allemaal mensen in de geest vielen en aan het vlaggen. En dus ik had echt zoiets van, ben ik nu weer terechtgekomen? En allemaal met de handen in de lucht. En nou, was anders dat ik keek van je Emmanuel. Ja, ik vond het allemaal een beetje overdreven. Maar goed, uiteindelijk ben ik daar wel gebleven. En ben ik daar ook gedoopt. Maar het was niet mijn soort gemeente. Wat vond je in God? Die leegte die ik weg probeerde te eten, die werd langzaamaan gevuld. Ja. Door zijn liefde, doordat ik hoorde dat mensen tegen mij zeiden, weet jij wel dat jij zijn geliefde dochter bent? Dan dacht ik, ja, hoe dan? Hoe kan het nou zijn dat Jezus, als hij dan al heeft geleefd, als dat verhaal dan al klopt, toen al 2000 jaar geleden heeft gedacht, voor jouw schuld en jouw pijn en jouw alles ga ik aan dat kruis. Ik kon daar gewoon niet bij met mijn hoofd. Dat daar zoveel onvoorwaardelijke liefde bestond. En dat God zijn zoon zou opofferen om dat voor ons te doen. Dat kon ik gewoon niet. Daar heb ik nog wel eens moeite mee. Ik denk, hoe dan? Voor mij? Ik ben toch ook maar gewoon Sonja? Ja. Hoe kan het nou dat ik zo bijzonder ben? Wat een onmetelijke liefde voor hem. Ja. 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 Vind ik nog wel eens moeilijk om dat te bevatten. Ja.